Na een valpartij lag ze 4 dagen in haar tuin te wachten op hulp. Ja, ze was aan het eind van haar Latijn. Ze was koud, ze had dorst en ze voelde zich natuurlijk niet goed. Volgens haar zoon noemen medici het een wonder dat ze het overleefd heeft. Goedenavond. De jacht, voor- en tegenstanders raken er nooit over uitgediscussieerd. Maar toch lijkt het wel of het steeds minder omstreden wordt, want de jachtcursussen puilen uit. Wild is natuurlijk een prachtig mooi stuk vlees, heeft geen toevoegingen gehad. Je kunt gewoon oogsten wat de natuur in Nederland ons biedt. En gedetineerden en Anne Frank, wat hebben die met elkaar gemeen? In de gevangenis in Zutphen vinden de bewoners het antwoord op een speciale tentoonstelling. Wat vroeger gebeurde, dat is in kleinere mate nu nog wel weer te zien in de maatschappij van nu. Zelfs een medisch specialist van het Deventer ziekenhuis kon niet geloven dat de 83-jarige vrouw uit Klarenbeek 3 nachten in haar tuin had gelegen en dit overleefde. Ze wilde vrijdagavond de krant halen aan het eind van de oprit en ze viel. Niemand merkte haar op omdat ze in een bebost gebied woont. De zoon van de zelfstandige dame op leeftijd vond haar uiteindelijk na talloze onbeantwoorde telefoontjes. Ja, ze was aan het eind van haar Latijn. Ze was koud, ze had dorst. En ze voelde zich natuurlijk niet goed. Maar ja, ik vond het toch opmerkelijk hoe ze erbij lag. Hier werd ze in de tuin gevonden door haar zoon en de buren. Nou, we denken dat ze hier is langsgelopen en dat ze gestruikeld is over de wortels die u hier ziet. Medici van het Deventer ziekenhuis konden het zelfs niet geloven dat een 83-jarige 3 nachten in het bos overleeft. Dat kan niet. Er is niemand die dat 3 nachten bij die temperatuur op die leeftijd overleeft. Wat had ze aan? Ze had zich heel warm aangekleed. Ze had wat extra laagjes aangetrokken, de winterjas aan, handschoenen aan. Want het was koud, dus ze had zich er goed op voorbereid. Eigenlijk dat ze, zoals ze altijd doet, om de krant te halen, meer niet. Geen water, geen eten, hoe heeft ze dat gedaan? Ja, niet. Dat sterke gestel heeft haar gered. Door heel rustig te zijn, door niet in paniek te raken. Ze ging er altijd van uit dat er wel hulp zou komen. Ze maakte al heel snel weer grapjes, hè, na een paar minuten al. Ja, ik wilde een nachtje bij de reeën doorbrengen in het bos. Nou, toen kende ik mijn oude moeder weer. Maar hoe is het nu met haar? Het gaat eigenlijk heel goed. Ze heeft heel veel gedronken. We hebben hier haar al warme thee gegeven en wat druifjes om op te lappen. Nu is het zo dat er heel veel onrust is in Klarenbeek. Iedereen denkt, als mij dit zou overkomen. Maar ja, misschien moeten we wel wat technische veiligheid inbouwen. In de vorm van een alarmknop of een alarmkoord of iets anders. Dat ze toch in geval van nood zelf het initiatief kan nemen om de hulptroep in te schakelen. Want dat kon ze nu niet. Denk je dan niet achteraf, dat zijn echt dagen geweest? Had ik maar. Ja, natuurlijk. En een uitgebreider verhaal met de zoon van de 83-jarige vrouw uit Klarenbeek kunt u later vanavond zien op onze site en op onze app. Jagen wordt steeds populairder. Dat blijkt uit de aanmeldingen voor de jachtopleidingen in de provincie. Die zitten namelijk allemaal vol. En dat is ook het landelijk beeld. Opvallend is, heel veel jongeren en vrouwen schrijven zich in voor de jachtopleiding. Jagen, erop uit in de vrije natuur. Hier in Inrichem is het deze morgen betoverend. We lopen het slootje straks af en ik denk dat we ze daar tegen gaan komen. Okay. Verder is het mogelijk dat er een fazantje opvliegt. Die laten we vandaag ook liever even gaan. Een vos mag altijd. Fazantenhanen. En als die gaan vliegen, dan maakt ze dat kokkerende geluid. Kijk. Ze vliegen hier gewoon. Jagen is vooral onder randstedelingen, jongeren en vrouwen steeds populairder. En dat heeft te maken met het toenemende besef van voedselveiligheid, zegt de jagersvereniging. Kijk, wild is natuurlijk een prachtig mooi stuk vlees. Heeft geen toevoegingen gehad. Je kunt gewoon oogsten wat de natuur in Nederland ons biedt. En daar is voldoende van. Is daar voldoende van, dan kun je lekker wildbraad uit de natuur halen. Is er onvoldoende van, dan blijft de jager daarvan af. Jagen gaat ook om wapens en dus is er screening. Dat gebeurt wanneer het examen van de jachtopleiding is gehaald. Want jouw jachtakte is een verlof tot aanschaffen van vuurwapens. Nou ja, en daar moet natuurlijk wel onderzoek naar gedaan worden. Matthijs Zwart is vervent jager. Volgens hem is het negatieve imago van de jacht verdwenen. Hij merkt dagelijks, en dat is nieuw, dat mensen oprecht geïnteresseerd zijn. Ik denk dat die discussie redelijk over is. Het is een klein percentage wat erop terug blijft komen. En de overgrote meerderheid van Nederland is juist hartstikke geïnteresseerd in authentieke voedselvoorziening in jagen. De reacties zijn veel positiever aan het worden. Mensen zijn echt oprecht geïnteresseerd.
Zo'n 30 jaar geleden was het een razend populair genre in Nijmegen, jazz. In die tijd wemelde het in de Waalstad van de jazzbandjes, dan kon je honderden optredens bezoeken. En als daar René van Hofte en Hans Walraven ligt, dan komen die gouden jaren terug. Wordt Nijmegen weer een echte jazzstad. Samen schreef ze het boek Waal Jazz. Over jazz hoor je vaak. Ik begrijp er helemaal niets van. Ja, het zijn natuurlijk geen populaire hits uit de top 40 werk. Het is geen muziek die je even op de achtergrond aanzet en dan denkt, goh, leuk. Ja, dan moet je iets beter luisteren, iets beter je best doen. Als je weet hoe het in elkaar zit, is het heel mooi. Jazz, hoofdstad van Oost-Nederland, wordt Nijmegen genoemd in een boek over een eeuw jazzmuziek in de Waalstad. 1975-1985, dat was eigenlijk de gouden eeuw van de jazz in Nijmegen. Toen keek men zelfs in Amsterdam met enige jaloezie naar Nijmegen. Met honderden muzikanten, vele tientallen jazzgroepen, vele honderden optredens ook. Dat was uniek. Daarna is het een beetje weggezakt, maar we hebben alle hoop dat het nu weer de goede kant op gaat. En dat is een verschijnsel wat je ook. De Waal is ook zoiets, hè? Met hoog en laag water. Het zijn allemaal verschijnselen die in een soort golfbeweging. Nou, dat gold voor de jazz ook. Het blijft natuurlijk een muziekstroming voor een klein publiek. Ja, maar soms kan het kleine publiek toch wel iets groter worden. En dan gaat het stromen, net zoals de Waal, die hier ook stroomt. En zo is Nijmegen aan de vooravond van een internationaal jazzfestival in de stad wellicht op weg naar een nieuwe gouden eeuw van de jazz. Het zou zomaar kunnen. Now was it all worthwhile? Het dagboek van Anne Frank laat indringend zien hoe het is om te leven in een wereld van discriminatie. En vanuit die gedachte is er nu een expositie over Anne Frank geopend voor gevangenen in de gevangenis in Zutphen. Gedetineerden kunnen veel leren van het verhaal van Anne Frank over kwesties als discriminatie, vooroordelen en respect. Er was één soort ras, één soort, dat was perfect, maar dat kan nooit echt zo wezen natuurlijk. De rondleiding door de tentoonstelling wordt gegeven door gedetineerden. We mogen hen niet herkenbaar filmen, we mogen ze wel hun verhaal laten vertellen. Ik denk dat ik wel mijn foutjes zou hebben, maar dat weerhoudt me er natuurlijk niet van om de boodschap goed over te brengen. De vier gedetineerden geven nu bezoekers een inkijkje, maar gaan straks hun medegevangenen rondleiden. Op die manier hoopt de pastor van de gevangenis dat ze beter leren omgaan met vooroordelen. Zowel onderling als straks vanuit de maatschappij. Dat ze door een toekomstige werknemer, werkgever, of door een toekomstige buurt, of door een toekomstige relatie en de familie daarvan, dat ze vooral beoordeeld worden als mens en niet gestigmatiseerd op hun verleden. De tentoonstelling over Anne Frank is nog 2 weken in Zutphen. Maar hemzelf bezoeken wordt voor de meesten onder u erg lastig. Haantjes worden massaal vernietigd. Maar waarom eigenlijk? Want ook het vlees van haantjes is prima kippenvlees. Heel Holland aan de haan. Eigenlijk is het plan Waterfront in Harderwijk een groot bouwproject om de hele binnenstad mooier te maken. Maar voor archeologen is het vooral een buitenkans om historische vondsten te doen. Want voordat de oude boulevard van Harderwijk weer onder water wordt gezet, zoeken de archeologen naar overblijfselen van de oude havens aan de Zuiderzee. Met grote voorzichtigheid schraapt de kraan de bovenste laag van de bodem eraf. Want hier onder de grond heeft de historische steiger naar de vispoort gelegen. Voor de opgravingen wist niemand precies waar die lag. Vooralsnog hebben wij onderdelen van de steiger gevonden, met name palen die vrij lang nog zijn. We hebben er hier eentje nog in het opgravingsvlak liggen. Deze steigers waren kenmerkend voor Harderwijk. Harderwijk lag aan de Zuiderzee, alleen het was zo ondiep dat ze wat steigers
van 100 meter lengte de zee in hebben gelegd. Zodat die in ieder geval kleine platbodems konden laden en lossen voor de grotere schepen die verder op in de Zuiderzee lagen. Dat is de reden van het bestaan van Harderwijk. Een mooie Zuiderzeestad aan het water die van het verleden uit de Hansestad was. Handel dreef, scheepvaart was essentieel voor Harderwijk. Dat historische verleden willen we graag in beeld brengen, omdat we het nu eigenlijk ook gaan opengraven. Over 2 weken zit het werk van de archeologen erop en start hier de bouw van het plan Waterfront. De verwarde man uit Velp, die gisteren de gaskraan openzette in zijn woning, zit nu in een crisisopvang. Het is nog onduidelijk of de man binnenkort terug mag keren naar zijn huis. Dat is nu aan de professionals die hem verzorgen, zegt de politie. Zij moeten kijken of ze de man weer op de rit krijgen. En daarnaast zullen de zorgprofessionals moeten beoordelen of de man iets kan doen aan zijn gedrag van gisteren. Als dat gedrag hem namelijk niet aan te rekenen is, wordt hij niet strafrechtelijk vervolgd, maar krijgt hij juist verdere hulpverlening. In de kantine van zijn eigen club, IFC Linde, heeft Hans Kraaij junior gisteravond zijn nieuwe boek gepresenteerd. In het boek komen 10 personen aan het woord die belangrijk zijn in zijn leven. In Linde wordt uitgepakt met heuse Hans Kraaij gebakjes. Maar het gaat natuurlijk om het boek en de trotse hoofdpersoon. Ik zou wel een ongelooflijk boerenlul zijn als ik het niet trots zou zijn. Ik vind het vooral mooi. Ik vind het gewoon. Ik vind het mooi dat Johan Derksen en zijn dochter Marieke ervoor gekozen hebben om nog een boek uit te brengen met me, maar een ander boek. Niet gekkigheid, geen dolle duikavond, maar gewoon 10 mensen die heel belangrijk voor me zijn geweest. Hans heeft natuurlijk de eigenschap, zodra er een camera loopt, om de clown te willen uithangen. En dan krijg je ook zo'n imago. En een van die mensen die zijn imago mag veranderen is de vrouw van Hans Kraaij, Sophie. Hij heeft een beetje het imago van een wilde jongen, vroeger ook al gehad. Heeft u hem getemd? Ja, ik weet niet of het aan mij is om dat op die manier te benoemen, maar het hele wilde is er wel vanaf, op dat gebied, laat ik het zo zeggen. 40 miljoen mannetjeskuikens, hanen, worden binnen 1 dag gedood. Domweg, omdat ze nu eenmaal geen eieren leggen. In het beste geval eindigen ze als voer voor dieren in de dierentuin. Dat moet anders, vinden steeds meer mensen. De leghaan moet terug op de menukaart. Haantje is heel duidelijk herkenbaar aan dat borstbeentje dat zo vooruit steekt. Van, dan moet hij eens even haan zien zijn. Dus en deze die zijn dus ongeveer 1 kilo. Nel Schelkens staat al 25 jaar in de keuken van de Gullewaard in Winterswijk. Ze is een fanatiek voorstander van haantjes op de kaart. Volgens de chefkok kun je haar haantjes niet vergelijken met kip uit de supermarkt. Dit haantje, dat heeft smaak. Dat proef je, dat blijf je proeven, dat brengt je in, hè, zoals ik zei, dat onthoud je. En dat is gewoon erg smaakvol. Schelkens heeft het over deze haantjes. De broertjes van kippen die worden gefokt om eieren te leggen. Ieder jaar worden er in Nederland 40 miljoen haantjes vergast. Marianne Borre van pluimveebedrijf De Lankerhof in Voorthuizen is de enige in Gelderland die de mannetjeskuikens van legkippen niet meteen afmaakt. Ethisch gezien is het natuurlijk raar dat je iets geboren laat worden en het direct weer afmaakt, omdat het nutteloos is voor deze maatschappij. Vroeger was er geen onderscheid tussen vlees en legkippen. De vrouwtjes bleven leven om eieren te leggen en de haantjes verdwenen in de pan. Sinds de Tweede Wereldoorlog is ons voedsel meer industrie geworden. Tegenwoordig zijn de kippen of speciaal gefokt om veel eieren te leggen, of voor het vlees. Maar ze hebben 1 ding vergeten bij de vleeskippen en dat is de vleeskwaliteit. De vleeskwaliteit van deze haantjes is gewoon veel en veel beter en zijn veel lekkerder als de vleesgefokte vleeskippen. Ja, kunt u het eens beschrijven? Wat is er dan zo anders aan? Het vlees heeft meer structuur. En er zit veel meer smaak aan doordat de dieren heel veel bewogen hebben en heel langzaam gegroeid zijn. Daar kan Schelkens over meepraten. Ze hoeft geen trucs uit te halen om een lekker haantje te maken. Een beetje zout, peper en wat olie is eigenlijk al genoeg. Maar een beetje chefkok doet toch iets bijzonders. Een biergedrenkt hooi samen met zure appel verdwijnt in het haantje voordat hij de oven ingaat. 40 minuutjes, omdat het een dikkert is. Als het een kleinere zou zijn, zou het een half uurtje zijn. Deze ruim 1000 haantjes van Borre leven niet meer. Ze zijn geslacht en verkocht. Inmiddels maakt het pluimveebedrijf een beetje winst met het fokken van haantjes. Maar het is geen vetpot. We doen het niet omdat we er rijk van gaan worden.
Het is ook, voor ons is het ook een principiële kwestie dat we vinden dat haantjes er ook bij horen. Als je eieren eet, dan hoor je eigenlijk ook soepkippen en ook haantjes te eten. Steeds meer mensen vinden het moeilijk te verteren dat er zoveel hanen binnen één dag worden afgemaakt. Wetenschappers proberen te voorkomen dat haantjes überhaupt uit het ei kruipen. Maar de enige echte oplossing ligt bij de consument. Al zouden ze maar één keer per jaar iedereen een haantje eten. Dan hebben we al heel veel haantjes, kunnen we een leven schenken. Ah. Zo, kijk eens. Heerlijk. Hoor je haantje? Mooi bol. En dan zegt hij, oh, kunstje gedaan. Meer hoeft er niet te zijn. Eet smakelijk. Ziet er lekker uit. Misschien heeft ze wel zien hangen tijdens de afgelopen 100ste editie van de Vierdaagse van Nijmegen. De rozetten van ruim een meter breed en 2 meter lang. Honderden zijn ervan. Deze dagen zijn ze voor de liefhebber gratis af te halen in Elst. Het enige dat je nodig hebt is een grote auto. Moet even die stoep. En hij moet wel iets gevouwen worden. Ja, soms moet de rozet een beetje passend gemaakt worden. Bij de 100ste Vierdaagse moesten ze ook flink opvallen. Dus je moet wel zeker weten wat je mee wilt gaan doen. Deze rozet mag er zijn. Het zijn inderdaad enorme dingen. De verhalen gaan dat ze het boven het bed hangen om de tuin mee te versieren, om volgend jaar weer langs de route te hangen. En zo heeft iedereen zijn eigen plan met de king-size rozet. Ik ga hem boven ophangen op mijn slaapkamer. Ja, je moet van lekker groot houden. Lukt dat? Jawel, jawel. Want zo loodzwaar is hij niet. Nee, dat klopt. Nee, niet zwaar. Maar het zijn er wel een boel bij elkaar. 650 exemplaren gaan de komende dagen de deur uit. Het enige wat de mensen nodig hebben, is passend vervoer. Kijk, alsof hij ervoor gemaakt is. Kijk eens. Ja, perfect. Ja, als je ruim denkt, komt het goed. Dan krijgt u nog het weer. In Wageningen staat Jordi Bloem. Nevel, mist en laaghangende bewolking kunnen in deze tijd van het jaar hardnekkig zijn. Nou, ook vanmorgen was het op veel plaatsen nevelig. Ook hier vanaf de postbank was die nevel heel duidelijk te zien. Een prachtige foto. Nou, de komende dagen zien we de stroming vanuit het westen komen, met in de aanvoer richting veel wolkenvelden. Maar eruit valt over het algemeen geen regen, dankzij een hoge drukgebied boven Frankrijk. Maar af en toe kunnen die wolkenvelden de zon aardig in de weg zitten. Nou ja, af en toe vaak. Nou, vanmiddag hadden we geluk. Een aantal brede opklaringen, juist in Gelderland. In het westen was er veel meer bewolking. Nou, die bewolking trekt vanavond en vannacht over. Blijft wel droog en klaart het toch weer wat langer op. Kan er opnieuw nevel en mist worden gevormd met weinig wind en minimumtemperaturen van 1 graad of 8. Ook morgenochtend is het op veel plaatsen weer nevelig met laaghangende wolken. Dat trekt wel wat op, maar over het algemeen morgen niet heel veel zonneschijn. Af en toe een paar opklaringen die er tussendoor komen. Nou, het blijft in ieder geval droog in Gelderland en nog steeds staat er weinig wind. Een matige zuidwestenwind en die voert vrij zachte lucht aan. De maximumtemperatuur komt uit op 14 à 15 graden. Normaal voor eind oktober is een maximumtemperatuur van 13 graden. Dus daar zitten we wat boven, ook de dagen daarna. En ook de dagen daarna verandert er maar weinig. Een beetje saai weer. Veel wolkenvelden, zoals af en toe een beetje zon. Misschien maandag wat meer ruimte voor de zon. En met een oostelijk windje lijkt het dan wat frisser te worden. Maar geen koud weer. Zeker ook niet in de nachtelijke uren. Geen vorst. Minimumtemperaturen zo rond 9 graden. En dit was Gelderland Vandaag. En daarin zag u onder meer dat de 83-jarige vrouw die na een val 3 nachten en 4 dagen in haar tuin heeft gelegen voordat ze gevonden werd, het naar omstandigheden goed maakt. Volgens haar zoon zeggen artsen dat het een wonder is dat ze het overleefd heeft. Meer nieuws vindt u op onze app en op de site gld.nl. Ik wens u nog een fijne avond.